SVVV, de cool, de club, de kleuren. Draam God geef, want we zien heen en schreeuwen we nog naar verren. Kumbroeda en VV Fortuna, zing de ganse maas. Uit duizenden kelen klinkt het clublied van VVV op Pinksterzondag 27 mei 2007. En ze zijn er die zondag. Meer dan 6000 toeschouwers in Sicon Stadion de Koel. Tienduizenden mensen vieren na afloop feest in het centrum van Venlo. De markt bij het stadhuis ziet geel-zwart als de spelers van VVV worden gehuldigd. Na 13 jaar is VVV terug in de Eredivisie. Bij de start van het seizoen 2006-2007 zag het er niet naar uit dat VVV dit seizoen mee zou doen om de hoogste plaatsen. Door het vertrek van enkele goede spelers achtte de nieuwe trainer André Wetzel een vijfde of zesde plaats het hoogst haalbare. Het hele seizoen zweeft VVV dan ook rond een zesde plek. Maar trainer André Wetzel slaagt er met zijn technische en medische staf in van de selectie een vriendengroep te maken. Een groep die voor elkaar door het vuur gaat. VVV behaalt uiteindelijk een verdiende tweede plek met een zinderende play-off als finale. ...9 mei 2007. VVV speelt haar eerste wedstrijd in de play-offs uit tegen Den Bosch. Dames en heren, de spelers van FC Den Bosch en VVV Venlo betreden het speelveld van stadion De Vliert in Den Bosch. Vrije trap. Overtreding op Willem Jansen. En daar is de goal. De vrije trap. En luttele seconden later de goal voor VVV Venlo. Wat een vroege begintreffer. Balbezit voor de thuisploeg op de helft van VVV. Rimkes, die mag ver komen. Rimkes, goede combinatie. Komt daar de gelijkmaker? Nee. Het is keeper Baart. De aanval nog steeds die doorgaat van Den Bosch. En daar is hij wel. Anthony Lurling. In de 11e minuut van de wedstrijd. Zo snel gaat het in De Vliert. Nu de vrije trap in het voordeel van Lurling. Die terloops nog even een overtreding maakt op Linssen. En zich dan moet melden bij scheidsrechter Van Dongen. En het wordt rood voor Lurling. Oh, oh, oh. Houden de 10 van Den Bosch stand als Willem Jansen in balbezit komt. En Derksen, daar is de treffer voor VVV Venlo. Dirk-Jan Derksen na de combinatie met Willem Jansen. De ploeg van André Wetzel slaat toe aan het begin van de tweede helft. 3 dagen later komt FC Den Bosch op bezoek in Sicon Stadion de Koel. Een gelijkspel zou voor VVV Venlo genoeg moeten zijn om de volgende ronde te halen. De Monge nu vrijgelopen. Het aannemen is vrij. En het lijkt een strafschop en het is een doelpunt. Na 27 minuten spelen. Luinge wilde al bijna op de fluit blazen. Het doelpunt van Frank de Monge brengt FC Den Bosch na een half uur op 1-0. En door goed keeperswerk van de Bosse doelman blijft dit tevens de eindstand. Het enige voordeel voor VVV Venlo is dat zij door een beter doelgemiddelde de beslissende wedstrijd thuis kunnen spelen. 17 mei, Hemelvaartsdag. De beslissingswedstrijd tussen VVV en Den Bosch. Tot en met de 79e minuut blijft de wedstrijd onbeslist. Het spel snel hervat, maar dat is doorzien. Alleen gaat Jordens Peters het duel niet goed aan. Dus Ami Sotani en de goal. Hoe krijgt hij hem erin? Hij lijkt hem niet goed te raken, maar VVV staat met nog 10 minuten op de klok op een 1-0 voorsprong. Gooi van de doelman. Lijkt niet goed, maar dan gaat Ami. En nu gaat Havenkort de bal ophalen. En is het feest er hier in Venlo
VVV wint met 1-0 door een doelpunt in de 80ste minuut van Karim Soltani. De derde en beslissende wedstrijd tegen FC Den Bosch. 18 mei. Personeel en vrijwilligers van VVV Venlo draaien overuren. Grote rijen supporters proberen een kaartje te bemachtigen. De voetbalkoorts in Venlo heeft toegeslagen. De eredivisieploeg van trainer Mark Wotte, die zich in de winterstop nog behoorlijk had versterkt, zou het varkentje wel even wassen. Ze hebben geleerd van de eerste nederlaag tegen FC Dordrecht. Van onderschatting van een eerste divisieclub zal nu geen sprake meer zijn. Sikon Stadion De Koel, VVV Venlo, RKC Waalwijk. 4 minuten voor rust, de hoekschop komt van Van Kouwen. Lemmens kan er sowieso niet bij. Derksen, ja, die kopt de bal terug. En er wordt hens gemaakt door de verdediger van RKC. En Nijhuis legt 4 minuten voor rust de bal op de stip. Koenders zou de dader zijn. Nijhuis geeft aan dat hij met de hand de lucht in gaat en daarmee hens maakt naar de kopbal. Dirk-Jan Derksen en het is 1-0 in Venlo. 2 minuten voor rust voor VVV tegen RKC. Een Venloos feest. Frustratie bij RKC. Van Kouwen. Dersen die verlengt. Van Haren dekt aan de verkeerde kant. Lemmens is aan de late kant. En VVV kan op 2-0 komen. Maar Ofrani kop naast. Nu moet de voorzet goed zijn. Die is ook goed. En helemaal vrij staat Tim Jansen. Maar die kop naast. Steenhard. Dat wel. Van der Haar. Die valt al te nadrukkelijk. Die krijgt geen vrije trap. Buikema mag door. Buikema bij de tweede paal. Soltani. Uithalen in één keer zal niet lukken. Soltani wacht op hulp. Daar komt Buikema voor 2-0. Oh, die mist. Van den Berg. Bij de tweede paal. De Keula die legt terug. Een goede redding van Baart. Het is de tweede dikke mogelijkheid voor RKC. Het levert een voortreffelijke redding op. Jansen. Balverlies. Vertongen. En goed gespeeld op Soltani, die is vrij. Lemmens moet terug naar zijn goal. Bij de tweede paal platvoet. Jansen is ook mee en die bal die gaat erin. Via platvoet maakt VVV 3 minuten voor tijd 2-0. Is deze wedstrijd beslist. En krijgt aanstaande donderdag in Waalwijk RKC een enorm probleem. Want alleen winst brengt de ploeg van Wotten nog een derde wedstrijd. Bij een gelijkspel of bij een verlies van RKC aanstaande donderdag gaat VVV mede op basis van deze overwinning naar de Eredivisie. Gaat het er dan toch van komen in Venlo? Donderdag 24 mei. Bloemen, champagne en Limburgse fly staan al klaar. Ja, lekker. Het heeft helemaal lekker vandaag, joh. 0-1. En noem maar de fly. In 15 minuten waren alle kaarten uitverkocht. De website trekt meer dan 10.000 unieke bezoekers per dag. De media draait op volle toeren. VVV Venlo is hot nieuws. Want vanavond heeft VVV genoeg aan een gelijkspel in Waalwijk om de Eredivisie te bereiken. Meer dan 1000 supporters rijden onder politiebegeleiding af naar Waalwijk. Zal de ploeg het hier afmaken? Op de markt voor het Venlose stadhuis wordt een groot beeldscherm geplaatst, zodat duizenden fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, de uitzending hier live kunnen volgen. Alle sterke koppers hebben zich verzameld in het strafschopgebied van VVV. De hoekschop van Fuchs en daar de goal van Tim Jansen. En zo staat RKC razendsnel op voorsprong en leidt de ploeg van Mark Wotte in de vierde minuut. Alleen Fleur tegenover zich. Goed balletje op Ricky van den Berg. Ricky van den Berg om de doelman heen. En dan gaat de bal niet op de stip. Maar komt er een gele kaart voor Ricky van den Berg. Omdat hij zich zelf heeft laten vallen in de ogen van Bossen. Eerste hoekschop voor VVV in deze wedstrijd. Buikema trapt. Achterin is nog Willem Jansen die teruglegt. En daar is Kantelberg.
Derksen nog. 2-0 hangt in de lucht. Vertongen. Jansen. Tim Jansen. Zo houdt Rijn Baard in deze fase VVV op de been. En gaat het nu weer de andere kant op. Van Kouwen, Soltani en Ami. Wat een ruimte. Ahmed Ami. Lekkere voorzet richting Kantelberg, maar onderschept door Lemmens. Jansen, Kantelberg. Jansen blijft op de been. Willem Jansen. VVV wordt langzaam sterker. Maar naarmate de wedstrijd vordert, zinkt bij vele supporters toch de hoop in de schoenen. Zou het bij een droomvlucht blijven in Waalwijk? Ami. Ahmed Ami. Hard voor de doel langs en de goal van Leon Kantelberg. Als Leon Kantelberg de gelijkmaker binnentikt, gaan de VVV-supporters in Waalwijk en voor het stadhuis in Venlo compleet uit hun bol. Maar de vlag is omhoog voor buitenspel. De vreugde bij Wetzel. Maar nu hebben ze door dat de goal is afgekeurd. Vreugde nog in het vak bij de supporters van VVV. Maar het is een geval van buitenspel. Buikema. Goed. Soltani. VVV heeft ineens de geest en daar gaat hij vol langs. De kopbal van Willem Jansen. Ai, ai, ai. Vrije trap Ricky van den Berg. Die bal zeilt bijna in de kruising. Maar uitstekend gedaan door keeper Baard. En dan nog één keer VVV. Soltani. Het zal toch niet gebeuren. Soltani nog altijd zelf. De kans wellicht. Voor Broers. En achter via Van Diemen. Hoekschop. Wat een zinderende slotfase. En dan is het afgelopen. De hoekschop mag niet meer genomen worden. RKC wint met 1-0 van VVV. En dus komt er... Zo krijgt het sprookje van Waalwijk over 3 dagen een vervolg. Zondag 27 mei, Pinksterzondag. Ondanks de vrolijke klanken van de Joekskapel is de spanning voelbaar aanwezig. Supporters zien op deze warme voorjaarsdag in een Fata Morgana Ajax Alderkalderkerkenweg oprijden. Directie, staf en sponsors dromen over de lonkende eredivisie. Als ik dit zo dan krijg ik toch zo'n gevoel dat we het gaan redden. Ik had er vanmorgen een beetje zo'n 50-50, maar nu gaan we het redden. We hebben daar jaren aan gewerkt, er naartoe gewerkt richting organisatie, richting, maar noem het alles. En ook het sportieve, dat zien we nu op het veld. Ik denk wel dat VVV langzamerhand al klaar is voor die sprong naar de Eredivisie. Hechte groep, goede businessclub, fans genoeg in de stad en de hele regio. Dus nou moet het maar gebeuren. We hebben een super seizoen achter de rug. Als we verliezen moeten we nog tevreden zijn. De geestelijk vader zal ongetwijfeld zijn eigen uitspraak "Ik ga pas dood als VVV is gepromoveerd naar de Eredivisie" in het achterhoofd hebben gehad. Het stadion staat bol van de gezonde spanning. Zal VVV dan eindelijk weer Eredivisie spelen? Voor VVV is promotie een bonus waar voorafgaand aan dit seizoen eigenlijk helemaal niemand rekening mee had gehouden. Behalve dan, dat moet gezegd, de voorzitter, meneer Hai Berde, die had vertrouwen in deze selectie. Buikema achter de bal, voor de voorzitter eventueel, maar het lijkt erop dat Van Kouwen, volgend jaar Roda, het zelf wil proberen ineens op doel van Lemmens. Van Kouwen, hard schot, Lemmens en die zit ernaast en het is 1-0 voor VVV. Van de wedstrijd. Een vrije trap die houdbaar lijkt, maar dat niet is voor Lemmens. Doelpuntenmaker Van Kouwen. Geweldig opsteken voor het elftal van Wetzel. De schot van Van Kouwen is wel degelijk hard. Lemmens lijkt het toch een hand achter te krijgen, maar toucheert die bal niet voldoende. Dan verdwijnt de pegel van Van Kouwen in de bovenhoek. Fantastisch! Eindelijk! Derde minuut, eindelijk hier dan door. Soltani maakt ruimte voor Buikema. Voorzet van Buikema is goed op Derksen. Die legt klaar. Dan moet de Kantelberg het afronden. En die doet dat niet. Mooie aanval van VVV. Nu mag de redding er zijn van Lemmens. Voorzet van Ami richting de tweede paal. Soltani met de volley. Het wordt Van den Berg.
En de redding van Baart is er niet nodig. Net naast, dat scheelt helemaal niets. Van Kouwe, deze voorzet is beter. En Lemmens ziet dat die bal door alles en iedereen gemist wordt. En dat scheelt uiteindelijk bijna niets. Kijk maar naar de expressie op het gezicht van Dirk-Jan Derksen. Buikema met de harde indraaiende vrije trap. Daar moet dan iemand tegenaan lopen. Soltaan, die bal blijft hangen. Derksen niet. En het is 2-0 door Kantelberg. VVV op weg naar de Eredivisie. Het is nog een uur voetballen. Tom Brex ook niet alleen enige geluk zoals die bal blijft hangen in het schafschopgebied naar de vrije trap van Buikema. Soltani die zijn lichaam erin gooit en Kantelberg hoeft dan maar een klein tikje te geven om de 2-0 binnen te schieten. Van Diemen verdedigt, maar hij doet dat niet al te handig. En Olfrani met de kans. Kantelberg dan nog, Kantelberg en in Lemmens. Alsnog Kantelberg, dan is de kans verkeken. Daar heeft, kan hij het niet op beslissen. Ahmed Ami. Voorzet, die waait bijna binnen. Derksen claimt een goal. Van den Berg, goede voorzet van de Haar, staat vrij en die maakt de 2-1. Nee, Baart krijgt er nog een hand achter. Hoekschop RKC, Ricky van den Berg. Jansen in de reflex van Rijn Baart. En dat zijn de reddingen die het verschil kunnen gaan maken tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie. Geweldige reactie van de doelman van VVV. Van de Deun met Koenders. Soltani komt tot een voorzet. Derksen handig en Kantelberg bijna met de beslissing. Hier het overzicht van Dirk-Jan Derksen, die Kantelberg verdient. Misschien hem net naast. Jacobs van Diemen glijdt weg. En Derksen staat helemaal vrij. Het is geen buitenspel. Dirk-Jan Derksen kan het helemaal beslissen. Derksen, die beslist het niet. Voor een leeg goal mikt hij hem overmand door vermoeidheid over. Maar anders kun je deze misser toch niet uitleggen. Hij zit er helemaal doorheen. Ahmed Ami met de voorzet richting Kantelberg en de paal voorkomt 3-0. Van Kouwen. Soltani. Jacobs niet. Lemmens. Maar alles kan en alles lukt. Derksen. Soltani beweegt. Soltani dan met de 3-0. Soltani. Derksen nu de vrije man. En wie loopt hem dan binnen? Derksen doet het. Het is 3-0. En het is klaar. Het veld wordt bestormd. Het volksfeest in Venlo is compleet. Met de derde treffer. Zij keren terug na 14 jaar afwezigheid. In de Eredivisie. Het is de 89ste minuut. Er moet nog even gevoetbald worden. Maar de supporters houden het niet meer. En Wetzel gebaart nu alstublieft terug naar de kant. Want de wedstrijd is nog zeker niet afgelopen. Ja, taferelen die we kennen. Het is dolle vreugde, vrolijkheid en feest in Venlo. En ze gaan er nu ook allemaal snel weer vanaf. Aangemoedigd door de spelers om gauw weer weg te gaan. Jacobs richting Derksen, die kan er niet meer bij. Maar ja, wat zou het allemaal? Het laatste fluitsignaal van Jan Negerheef heeft geklonken. In 1994 was er een afscheid voor VVV van de Eredivisie. En nu keren ze terug. Dat betekent dat RKC na 19 jaar de omgekeerde weg bewandelt. Zij gaan terug naar de Jupiler League. Het volksfeest in Venlo is compleet. Na een makkelijke 3-0 overwinning op RKC. En dat had van tevoren helemaal niemand verwacht in de Kool. Maar het is gebeurd. Voorafgaand aan dit seizoen waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen voor VVV. Maar na een jaar waarin het allemaal op zijn plaats viel. Waarin Wetzel er een geweldig elftal van heeft gemaakt. Is de promotie voor VVV een feit. SVV in hert, in bloot, nog lenden. Minus, geen bos verbind, geen geetje nest te vinden. En heel de club bent zelf geen stand, dan zingt de ganse Duitse kant. Yeah.
In de kleedkamer zijn de spelers en staf uitzinnig van vreugde. De spanning van de afgelopen weken ontlaat in een daverend feest. Het gaat erom hoe op het veld gespeeld wordt. Alle eer, en dat meen ik serieus, op dit moment gaat naar jullie toe. Jullie hebben het geflikt daar op het veld. Ik ben zo waanzinnig trots op jullie. Ik denk dat heel Venlo loopt uit. Straks. De laatste weken zo in zijn roes geleefd hebt, alleen maar keihard gewerkt hebt. En nu komt dat een beetje los. Ik denk van volgend jaar spelen we gewoon tegen Ajax en een PSV in Venlo. Dat is geweldig. Op de eretribune worden de spelers gehuldigd door de directeur van de eerste divisie, Edwin Lucht, die aanvoerder Frank van Kouwen de grote beker overhandigt. De supporters vieren een uitzinnig feest op het speelveld. Duizenden mensen hebben zich verzameld in de binnenstad van Venlo. Spelers, staf en bestuursleden maken zich bij het stadion klaar voor de zegentocht. Maar de beker, waar is de beker? Ben, wat ga je doen? Ik moet de beker halen. De beker? Ga even laten staan die ook. Beker laten staan. Tijdens het eten is de beker achter slot en grendel gezet en bij vertrek wordt hij nog bijna vergeten. De belangrijkste van de dag hebben we niet bij ons. Ja. We hebben hem. Dat krijg je als je gaat eten, hè? Dan dat is belangrijk op dit moment als de beker. Maar dit is van vanavond. En dan kan de afdaling naar de binnenstad beginnen. Naarmate het hoogterras van de koel wordt achtergelaten, verandert de zegentocht in een ware triomftocht. Perfect export product. Champions League. We gaan ze open. Ja, dit is het, hè. Kennen we ook niks aan doen.
Steeds meer mensen sluiten de club in haar armen. Venlo brengt een ode aan VVV. Het is letterlijk en figuurlijk vuurwerk op de parade. De climax komt op de markt voor het stadhuis. Duizenden mensen staan al uren te wachten op een glimp van de spelers. En om 7:15 draait dan eindelijk de Joeksmobiel het plein op. Een uitzinnige menigte draagt het team naar een euforische finale. Wat een volksfeest! Na 13 jaar is VVV Venlo weer terug op het hoogste niveau, de Eredivisie. Als je het zo af kan sluiten, een fantastische groep en vandaag ergens zijn helemaal gedeclasseerd denk ik. We gingen voor goud en dat hebben we ook gedaan en dik en dik verdiend. Als je het zo met z'n allen af kan sluiten, die 6 play-offs wedstrijden, nou, dat was niet makkelijk natuurlijk. Elke keer weer die derde wedstrijd en dan moet je weer opladen en weer hotel in. Op een gegeven moment zit je meer in Venlo dan thuis, maar ja, daar heb je ervoor over en dan krijg je allemaal ervoor terug. Ja, dat is even schrikken. Voor mij en ook voor Venlo, denk ik. Maar we gaan eerst even van genieten een paar dagen. En dan gaan we ons zorgen maken. Zo hoort het in de voetballerij. U kwam, u zag en u overwon. Ja, maar niet ik. Vooral de spelers. We hebben natuurlijk allemaal hard gewerkt, maar de spelers hebben het gedaan vandaag, vind ik. En? Ja, fantastisch. Dat is echt genieten. Dat is echt... dat maak je denk ik je leven mee. En mag blij zijn als je het mee mag maken. Ja, het is top, man. Dat is echt... Kippenvel, dat gaat niet weg. Het is gewoon echt top. Kijk naar buiten. Ja, dat zegt toch genoeg. De club leeft. Ja, ik vind het gewoon kekje. Ik vind het mooiste wat er is. Ja, dat is echt ongelooflijk. Kijk nu zelf naar boeten. Thank you.
club. Een mooie stad. Je ziet het allemaal gebeuren hier. Fantastisch.